Nou, dan sta je van allebei. Er kwam er nog eens een taxi. Ja, zo'n taxateur voor je huis, ja, heb ik ook allemaal gehad. Ik dacht, maar volgens mij had Gert, ja, nou, ik weet niet of hij het expres had gedaan. En die had ons huis getaxeerd. Nou, toen kwamen we dus al op een hele hoge overwaarde. Dus we wisten al dat we, als het ging, gewoon een flink overwaarde zouden krijgen. Nou, toen ging het uit en hebben we gezegd van, kom maar. En daar zit je dan. Waar moet ik heen? Bij mijn ouders kan ik niet, bij mijn zus wil ik niet meer, dat ga ik niet meer doen. Ik heb mijn eigen huis opgegeven. Nou, ik zat een zak en as, jongen, hé. Het is uiteindelijk wel weer goed gekomen, maar kneep hem wel even. En ik had natuurlijk maar een half jaar kon ik nog maar in het huis zitten. En dan werd het, ja, moesten we eruit. Ja, ik koop nooit een huis that's met iemand. That's life. Ik doe het nooit meer. Maar overtaxatie, wat is dat? Overwaarde. Overwaarde, wat is dat? Overwaarde is wat je huis in waarde is gestegen. Ik krijg geld mee. Ja. Je kent het ook andersom, hè? Dat had ik. Maar ik niet. Ja? Ja. En daar hoef je ook geen belasting over te betalen. Maar ex bleef in het huis wonen, dus... Ja, normaal moest hij mij uitkopen, maar ja, wij kregen een schuld mee, dus ik moest hem geld geven. Ja. Ik doe het nooit meer met iemand een huis kopen. Ik hoef sowieso hier in Nederland geen huis te kopen. En wij gingen uit elkaar en ik ging diezelfde dag naar appartementen kijken. En toen een dag later kocht ik dit appartement. Toen zei ik tegen die mensen, ik bied de vraagprijs, maar ik wil er wel binnen 3 weken in. Toen ging ik erin. Die hebben toen nog een jaar bij hun ouders gewoond. Wie hij? Nee, die mensen. Noodgedwongen. In het huis waar ik woon. Nu woon. Oh. Ja. Wat een hitte. Morgen ook, hè? Toen heb je dus gelijk die hypotheek kunnen aflossen en toen heb je nog een leuk bedrag aan overgehouden. Ja. Een bedrag heb je overgehouden? Dus vraag me. Heel veel. Ja. Maar je moet wel weer opnieuw beginnen. Hè? Ja. Je moet wel weer opnieuw beginnen. Dat is het. Wat ik? En het is niet niks. Je moet alles weer opnieuw kopen. Weet je nou. Stomzinnigste dingen. Ja. Dat je denkt, oh, ik heb geen... theedoeken. Ik heb geen vaatwasser. Ja. Hele stomme dingen. Ja, dat is ook wel mensen in huis investeren. Maar ik had, ja, ik had geen ander huis. Ik kon niet dat geld in mijn huis steken. Dus ik heb een auto gekocht. Ik heb mijn zomerhuisje helemaal opgeknapt. Ik heb voor het eerst in jaren kon ik weer kleren kopen. En in jaren, dus ik heb heel veel kleren toegekocht. Zelf even op de main gezet en even verwend. En de rest op de bank, wat nu hier zit. Ja, mijn ouders zeiden ook altijd veel. Stel je zo ooit een huis kopen en je hypotheek afgelost, kun je maar beter gelijk een nieuwe hypotheek afsluiten. Ja, klopt. Want pachtkosten veel, veel duurder zijn. Ja. Ik heb hem ook vastgezet. Ja. 30 jaar heb ik hem vastgezet, mijn rente. Sommige landen rekenen gewoon van, dit is jouw huis, je hebt het gekocht, klaar. Ja. En Nederland betaal je nog grond van jouw pacht. Ja, joh. Al die achterlijke dingen, die WOZ-belastingen en rioolrechten. Ja, hier in Nederland never nooit een huis kopen. Ja. Al die handel, elk jaar weer. Als de gemeente denkt van, hey, gaan we snelweg neerleggen, moet je ook gewoon je huis uit. Dan denk je, joehoe, daar komen ze weer, hoor. Ja. Via mijn overheid. Is de stroom er al? Hij ging nu uit? Hij klapte eruit, ja. Nee. Nou, dan moet je niet daar wezen, dan moet je in de silo wezen. Als het nog een half uur doorgaat dan. Work.
Zit hij het? Ja. Gek. Ah. Ja. Zoveel in de zon. Oh ja, ik heb dat echt te veel. Dat is mijn ziel. Wat gebeurt er dan met je? Dan ga je dood. Nou, het kan dat je spieren dan en je botten dan. Hoe heet dat nou? Broos. Afsterven wil ik niet zeggen. Oh jee. Ik kan even niet praten, ik heb even gezien. Nee, dat had ik ook in de winkel. Heet ze. Hoe laat is het? Hè? 4:10. Right. Sporten. 4:10? 4:10. Zo. Ik trek het echt slecht, jongens. Ik kan dit niet ook gewoon. Ja, met die fan erbij is wel chill, hoor. Zie je zo lang in die zon? Ja. Ja, dat is echt niet normaal. Ja, zweetsnoer alles. Ja, ik ook, hoor. Ik heb dat mijn haar ook zeik nat gemaakt. Dat is lekker. Is er... Je drupt gewoon. Mm-hmm. Langs, dan loop ik naar binnen. Gooi ik dat in de, hoe heet het? Grootsteen. Nee, in de vuilnisbak. Ik die de hele dag lopen te sjouwen en te doen. Weet je, vanaf 's ochtends, weet je. Zegt Arie opeens, goh, wat is de vuilnisbak vol, hè? Oh, begint hij weer. Ik denk, ik heb mijn mond ingehouden en ben weer gelopen. Ik denk, daar heb ik even geen trek in. Nee, maar als hij het ziet, kan hij toch gewoon liggen? Ja, maar hij zag dat ik wat weg ging gooien. Oh ja. Dus volgens mij zaten ze er gewoon op te letten. Ze zaten gewoon te kijken, allebei. Och. Ja, ik ben er alleen maar flikker op. Als iemand niet luistert, ben ik het wel. Hoe die dat ook zegt weer. Ik, oh jongen, echt. Moet je straks gewoon als... Luister, ik ga er helemaal niet over discussiëren. Maar ik vond het gewoon wel lachwekkend. Weet je, je moet... Die gozer is gewoon niet goed, man. Nee, man. Ik ga er niet eens op in. Geen zin in. Hij let liever op anderen. Hij moet op zichzelf letten. Ja, vind ik ook. Altijd maar op een ander. Maar ja, dat zegt meer over hem dan over de mensen. Waar hij een oordeel over heeft. Ik heb het gevoel dat ik op een busje zit te wachten. Maar hij komt niet. Moeiensjeel. Zo zit jij ook. Ja, waar komt hij? Welke lijn komt eraan, jongens? Zie je hem? Zie je hem? Ik ben echt benieuwd of hij ooit een vriendin krijgt. Ik denk dat ze allemaal gillend wegrennen namelijk. Hé, wat zeg je, Shell? Dat of Adriaan ooit een vriendin krijgt. Oh. Ik denk dat ze allemaal gillend wegrennen. Nou, op elk potje... Zo niet. Ja, laten we... Dinsdag op de tijd even kijken, ja. Hebben jullie op dezelfde dag bezoek? Nee. Nee, maar is één dag later.